Er wordt een hoger beroepsopleiding voor kunst en cultuur toegevoegd aan het onderwijscurriculum, zei minister Marie Leevens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren tijdens de launch van de internationale kunstexpo in het Surinaams Rumhuis. Leevens stelt dat er los van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur, AHKCO, een aparte hogere beroepsopleiding in het leven zal worden geroepen in het komend schooljaar. Kunst heeft inderdaad een plek. En we zijn met Surinaamse kunstenaars en Jamaicaanse kunstenaars van Manley Instituut in Jamaica, die bekend staat als een van de bekende instituten voor de kunst in de Caribische regio, zijn bezig om curriculum te ontwikkelen. Het is bijna af, maar de Surinaamse kunstenaars moeten er ook nog naar kijken. We hebben van tevoren gezegd, het is afgelopen met alleen Mulo A en Mulo B. We krijgen dus verschillende andere profielen. En een van die profielen is dus kunst en cultuur. Dus Leevens vertelt verder dat er voor belanghebbenden een gebouw is om de volgende kunstbeurs te organiseren. Het nieuwe gebouw dat wordt opgezet gaat nog even op zich laten wachten. Er zijn namelijk veel uitdagingen op het pad van de regering als het aankomt op vooral de financiering van het gebouw. Op dit moment bouwen we de Nationale Assemblee. En dat nieuwe gebouw van de Nationale Assemblee. En dat neemt nogal wat tijd in beslag. En de boulevard aan de waterkant. Achter het laaggebouw komt een prachtige boulevard. En daar zijn we nu mee bezig. Maar het gebouw voor de kunstbeurs is er wel. Dat is naast het oude KKF-gebouw, dat was afgebrand. Het is niet geschikt voor grote exposities. Het heeft waarschijnlijk achterin wat ruimte om exposities te houden. Maar het is wel een plek waaruit je alvast in alle rust kunt werken naar de volgende Nationale Kunstbeurs. Dus we zijn er mee bezig. Maar ik ga u een keertje uitnodigen. Wanneer we praten met de wereld van Caribbean Development Bank, Inter-American Development Bank, Islamic Development Bank. Het is geen eenvoudige zaak om met hen te werken. Leevens zegt dat er veel voorwerk moet worden gedaan op de projecten van de autoriteiten betreffende oplevering van nieuwe gebouwen. Suriname International Art Fair is vanwege de pandemie dit jaar ook virtueel. Dit jaar doen 67 nationale en internationale kunstenaars mee met ruim 350 kunstwerken. De kunstbeurs is te zien tot midden januari 2022.